We zijn inmiddels Oosterafdijk genaderd. Daar, aan de rechteroever, dat huisje met het gele tuitgeveltje, het voormalige dorpscafé, daar woonde destijds, begin jaren 90, mijn goede vriend Simon. Ik kende Simon van het wildwaterkanoën. We waren in feite collega-instructeurs bij Europagaai. Bergen en snelstromende rivieren, daar ging ons bloed sneller van stromen. Simon was in die tijd het voormalige dorpscafé aan het verbouwen tot twee woningen. Een goede vriend van Simon zou het achterste gedeelte van de woning gaan huren en hij zou het voorste gedeelte betrekken. Je eigen huis verbouwen, dan gaat je niet in de koude kleren zitten. Daarom ben ik hem destijds wel eens wezen helpen. Het hele huis een bouwplaats met een geïmproviseerd slaapkamertje. Dan kan de moed een mens wel eens in de schoenen zinken. Op een goede dag in de herfst van 1991 ontmoette ik Simons zus in een café in Amsterdam aan de Prinsengracht, waar een reunie gehouden werd van de mensen die de afgelopen zomer voor Frans Individueel, een reisorganisatie voor actieve vakanties, hadden gewerkt. Europagaai voerde alle kanovakanties uit voor Frans Individueel. Simon zou ook komen, maar kwam niet. Zijn zus, zoals gezegd, wel. Zij had de afgelopen zomer in de Dordogne gewerkt bij de parapantencursussen voor Frans Individueel. We raakten aan de praat en er gebeurde iets waardoor, hoe zal ik het zeggen, zij nu, 33 jaar en 3 kinderen later, op een regenachtige zondag, voor de houtkachel naast mij op de bank zit terwijl ik deze tekst typ. Op 12 november 1991, hooguit een paar weken nadat wij verkering hadden gekregen, waren we op bezoek bij Simon. Wat helpen met de verbouwing, de houtkachel opstoken met bouw, afvalhout, rode wijn drinken en boerenkool eten, blijven slapen, dat werk. Midden in de nacht rinkelde de telefoon. Simons vader. Ze waren veilig, maar er was een bom afgegaan en het huis was zwaar beschadigd. Simons ouders woonden in Groot Schermer, een paar kilometer verderop. Ze waren weer eens door de politie gewaarschuwd dat er een bommelding was bij hun huis en dat ze beter weg konden gaan. Omdat het behoorlijk serieus klonk, besloten ze deze keer toch maar weg te gaan. Ze konden bij vrienden terecht, een paar honderd meter verder in het dorp. Is vandaag de verantwoordelijke bewindsman voor het asielbeleid die op voor Nederlandse begrippen ongehoorde manier het doelwit wordt van het RARA-verzet. Het is midden in de nacht als in de polder een oorverdovende knal klinkt. Voor het huis van staatssecretaris Kosto is een bom ontploft. We wonen in een klein dorp in Holland en dat kan in dit land, dat is een volstrekt nieuwe ervaring. En dat is schokkend. Als het licht is geworden, blijkt pas hoe groot de schade wel is. Het huis onderaan de dijk is zo uit zijn voegen gerukt dat het rijp lijkt voor de sloop. Een uur voordat de bom in een tas uit elkaar spat, is de Rijkspolitie in Alkmaar gewaarschuwd. We moesten binnen een half uur het huis uit, want er zou nog een bom kunnen ontploffen. En wij zijn gegaan, mevrouw en ik, we waren er in minuten 5 uit. En we waren bij vrienden. Binnen geluidsafstand klaarblijkelijk, want na een uur na onze aankomst bij de vriendin kwam een geweldige klap. De politieman was bij het huis gaan kijken en zag een verdacht pakket op de tuintafel die tegen de achtergevel was geschoven. Gelukkig had hij de tegenwoordigheid van geest om niet bij het pakje te blijven wachten, hetgeen ongetwijfeld zijn leven heeft gered. Wij dus in de auto ernaartoe. Toen we bij de vrienden binnenkwamen was daar net een geïmproviseerde persconferentie bezig. TV-camera's en veel licht. Aad, de vader van Simon en Eva,
in de snel aangesloten slobbertruiden zittend aan de keukentafel de persterwoord stond. Een goed moment om te vertellen over onze verkering dus. Toen het licht werd, gingen Simon, Eva en ik naar het huis. Er riep hier en daar wat politie rond en een handvol pers. Simon en ik gingen het huis in om te kijken of wij vast wat konden redden. Wat kleding en kunstvoorwerpen en dergelijke. De kater August was gelukkig ongedeerd en werd door de later gearriveerde Aad opgepakt en meegenomen. Hetgeen de meest pakkende persfoto van de bomaanslag opleverde. De bom had een groot deel van de achtergevel eruit geblazen. De planken van de vloer op de eerste verdieping waren losgekomen van de balken. Het was een grote puinhoop binnen. Van de omliggende huizen waren de ruiten kapot en dakpannen van het dak geblazen. Later bleek de terreurorganisatie RARA achter de aanslag te zitten. Men had kritiek op het Nederlandse asielbeleid en toevallig was mijn vanaf dat moment schoonvader, toen als staatssecretaris van Justitie, verantwoordelijk voor asielzaken, de zogenaamde hoofdpijnportefeuille. Afijn, het huis werd herbouwd en voorzien van kogelvrij glas en beveiligingscamera's en mijn schoonouders hebben er nog een aardig tijdje gewoond, totdat zij naar Gouda verhuisden. Dat was dichter bij Den Haag en er was inmiddels ook een eerste kleinkind, onze dochter Susanne. Tot op de dag van vandaag is er niemand veroordeeld voor deze aanslag. Er zijn wel verdachten in beeld geweest. Maar het wettig en overtuigend bewijs was er kennelijk net niet.
Thank you.